Nou, we hebben in ieder geval dik 2500 leden. En nu in de aanstormende tijd van de ijsbaan hebben we zeker al 200 nieuwe leden erbij. Maar het is even een gezegde dat er dus wanneer je nu lid wordt in de ijstijd eigenlijk, dat je dan eventjes een dubbele contributie betaalt. Want dan kunnen we natuurlijk tegenwoordig eigen leden niet maken dat je dus nu komt als er ijs ligt. Ja? Volgend jaar gaat de contributie weer omlaag. Voor degenen die nu dubbel betaald hebben, betaal je een normaal tarief. Ben je klaar, Vera? Waarom schaats je niet? Ja, mijn schaatsen die zijn te klein geworden. Oh, je hebt de voeten te groot. Ja. Heb je dat geprobeerd? Ja, een paar rondjes, maar het kon niet. Nee? Nee. Kun je geen schaatsen hier krijgen dan? Dat weet ik niet eigenlijk. Ik weet niet of ze kunnen lenen. Ik heb geen idee. Nee, weet ik niet. Daar, hè? Ja. Nou, veel succes. Ja, bedankt. Heb je al een keer geschaatst of niet? Ja. Ja? Wanneer dan? Lang geleden. Ja. Ja? Nou, is leuk, hè? Ja, hoor. De spetterplas, die is nog niet in gebruik. Nee, de spetterplas is niet in gebruik en dat is eigenlijk de bron waar het water opkomt. Dus dan zal het warmer zijn en het heeft meer tijd nodig om koud te worden of dezelfde ijsvorming te hebben als met de andere stukken. Kun je ook schaatsen lenen hier? Nee, op dit moment niet. Wel voor als we weten dat er een langere periode is, bijvoorbeeld van een week of 14 dagen, dat we dus echt kunnen schaatsen. Maar voor één dag is dit niet te doen. We houden het nu eventjes gezellig met chocolademelk en koffie. En dat is het dan. En dan ja, morgen als je naar de weerberichten kijkt en luistert, hebben we weer gewoon dooi. En dan is het 8 graden overdag. Okay.